Hi, welkom terug bij Gezond en Slank. Stress, we hebben het allemaal, we hebben er allemaal wel eens last van en dat is op zich niet erg. Maar het wordt een probleem als je te veel stress hebt. Wat kan je doen om stress te verminderen? Daar gaan we het vandaag over hebben. Wat is stress? Stress betekent spanning of druk. En dit komt voor als iemand wat van je vraagt of als er plotseling iets gebeurt waarop jij moet reageren, waar jij mee moet omgaan. En dit is heel normaal en heel gezond. Het wordt pas een probleem als jij er niet mee weet om te gaan. Als de druk te veel wordt, dan levert het gezondheidsklachten op, zoals een hoge bloeddruk, slecht herstel na sporten of een slechtere slaap. En een slechtere slaap leidt weer tot meer stresservaring, wat dus een beetje een vicieuze cirkel wordt, wat je niet wil. Voordat we wat aan stress kunnen doen, moeten we eerst begrijpen hoe stress werkt. Nou, je kan het eigenlijk zien als een weegschaal, met aan de ene kant de stressbron, de stressor, en aan de andere kant jouw draagkracht, hoeveel stress kan jij aan. Is het een kleine stressor en is jouw draagkracht gewoon heel groot, is er helemaal niks aan de hand. Ook niet als het een hele grote stressor is en je hebt voldoende draagkracht. Maar als het een hele grote stressor is en je draagkracht die schiet tekort, of wat vaker voorkomt tegenwoordig, zijn het heel veel kleine stressoren die maar opstapelen en opstapelen en opstapelen, die uiteindelijk jouw draagkracht erboven gaan, dan is er een probleem. Daarnaast kan jouw inschatting van hoe groot de stressbron is, de inschatting van het probleem, stress opleveren. Als jij denkt dat een kleine stressbron heel erg groot is, levert jou dat extra stress op die helemaal niet nodig is. Dus eigenlijk heb je drie zaken waar je rekening mee moet houden. Aan de ene kant, hoe groot is de stressbron of wat is de stressbron? Aan de andere kant, wat is jouw draagkracht? En daartussen zit jouw beoordeling van die twee. Als jij denkt dat je iets niet aan kan, dan gaat het stress opleveren. Als jij denkt dat je de wereld aan kan, is geen probleem meer te groot. Dus daar komt je eigen mindset om de hoek kijken. Hierdoor heb je eigenlijk ook drie soorten oplossingen. Nou, ten eerste, en dat is natuurlijk de meest voor de hand liggende, het wegnemen van stressbronnen. En veel stressbronnen zijn misschien ook weg te halen uit je leven en helemaal niet nodig. En onnodige stress, daar moet je snel vanaf. Misschien heb je een collega op het werk die je constant met extra werk opzout of iemand anders in je leven, wat helemaal niet nodig is en daar kan je eigenlijk niet bij gebruiken. Maar je hoeft het ook niet per se te doen. Als je dat weghaalt, heb je minder stress. En is het probleem al een stuk minder. Dat is een makkelijke. Ligt voor de hand. En ik weet dat het niet voor iedereen zo makkelijk is. De tweede oplossing die ligt in jezelf. Hoe groot maak je het probleem? Wat is jouw inschatting van het probleem? Als je binnenkort een beoordeling hebt op het werk, of een groot examen of een toets, daar kom je niet onderuit. Je kan het niet schrappen. Maar je moet het ook niet gigantisch maken. Dan doe je niks meer. Dat verlamt. Dan onderneem je geen actie. Maak er kleine deelprobleempjes van. Knip het op. Ga elk hoofdstuk apart leren. Ga je niet zo heel druk maken over het werk, maar verdeel de aandacht over iets anders. Maak er deelprobleempjes van. Maak er deeltaken van, zodat je stapsgewijs het probleem kan oplossen. Hierdoor wordt het probleem vanzelf kleiner. En een tijdje is je draagkracht veel groter dan het probleem. En levert het ook alweer geen stress op. Bovendien, je bent er actief mee aan het werk. En ergens mee aan werken, vermindert de stress daarover. En tenslotte, jouw draagkracht. Je draagkracht is ook te vergroten. Door een gezonde leefstijl. En daar hebben we het eigenlijk al een hele tijd over. Als je gaat trainen, sterker worden, voel je je beter. Maar je wordt ook fitter. En je kan dus meer aan, je hebt meer energie, je kan geconcentreerder werken. Dus jouw draagkracht om problemen aan te kunnen, die wordt groter. En daarnaast, bijvoorbeeld een goede nachtrust, zorgt ervoor dat je ook enorm veel meer stress aan kan. Grotere problemen aan kan, beter geconcentreerd kan werken. Dus zoals je ziet is je gezonde leefstijl essentieel voor een goede draagkracht en minder stresservaring. En daarom ligt ook weer de valkuil. Hoe meer stress je hebt, hoe slechter je slaapt, hoe meer stress je hebt en een vicieuze cirkel naar beneden. Maar als je beter gaat slapen, beter je stressbronnen kan verminderen, dan ga je een positieve spiraal inzetten. Dus een gezonde leefstijl is, zoals ik eigenlijk heel vaak zeg tegen mensen, het inzetten van een positieve spiraal in je leven. Ik zeg hiermee niet dat je alle problemen ooit in je leven de baas kunt. Er zijn dingen die overkomen je, kan je niks aan doen en het zijn hele grote problemen. Maar veel dingen heb je ook wel in de hand. Daar ben jij de baas over. En als je daar de stress wel van kan verminderen, kan je net zo goed proberen om daar zo min mogelijk last van te hebben. Oké, dit was weer een stukje over stressvermindering. Ga ermee aan de slag als je dat nodig hebt. En ik zie je morgen weer.